Dag dames en heren, we hebben een prachtige voorjaarsdag met veel ruimte voor de zon, maar zo af en toe trekt er ook wel dunne sluierbewolking over het land. En in die sluierwolken zien we soms mooie zogenaamde optische verschijnselen, zoals deze kring om de zon, een mooie halo, zoals dat ook wel heet. En als je vanmiddag naar de lucht kijkt, zou je dat ook zomaar eens kunnen spotten. We zien die sluierbewolking heel vaag als een soort waas over Nederland liggen, maar de zon schijnt daar in principe gewoon prima doorheen. En verder in de rest van West-Europa ook volop zon. Weinig verandering in het mooie en warme voorjaarsweer. En dat betekent vanmiddag ook hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In het noorden komen we op 18 tot 20 graden uit. Elders wordt het 20 tot 23 graden. En misschien dat we in Limburg zelfs wel de grens van 24 graden al bereiken. Daarbij staat niet al te veel wind. Vanavond en vannacht neemt de wind nog wat verder af. Op beschutte plaatsen zou een enkele mistbank kunnen ontstaan, maar veel stelt dat niet voor. En de temperatuur zakt naar waarde rond de graad of 5. Morgen op veel plaatsen een herhaling van vandaag. Alleen in het noorden zou later op de dag wat meer bewolking binnen kunnen drijven vanaf zee. Maar het blijft wel droog en de temperaturen lopen zelfs nog iets verder op dan vandaag. 24 graden in delen van Brabant en Limburg. En het is zelfs niet uitgesloten dat we de eerste zomerse 25 graden op een enkele plek kunnen gaan halen. Daarbij staat opnieuw niet al te veel wind. De dagen daarna gaat er het nodige veranderen. De temperaturen gaan flink omlaag. Op donderdag kan het in het zuiden nog 20 graden worden. Elders stroomt die koudere lucht al langzaam binnen. En die koudere lucht zien we daarna het hele land veroveren. Op vrijdag en zaterdag temperaturen van 8 of 9 graden in de middag. Snachts kan het soms in de buurt van het vriespunt komen, maar daarbij blijft het wel overwegend droog. Tijdens de paasdagen wordt het met name op zondag mogelijk even wat warmer. In de loop van de tweede paasdag kunnen er een paar buien gaan vallen, maar ook dan lijken de neerslaghoeveelheden toch wel beperkt te blijven. Ik wens u nog een mooie dag.